Eeuwenlang dachten filosofen, wiskundigen, muzici dat het heelal en muziek intens met elkaar te maken hadden. Pythagoras, de Griekse filosoof en wiskundige, opperde al 500 voor Christus dat de afstand tussen muzikale tonen in een toonladder een directe afspiegeling zouden zijn van de afstand tussen de verschillende hemellichamen in het heelal. Dit concept heet harmonie der sferen. Het is heel goed geklauterd, ook hier. Maar dat was het in de Soyuz ook, hè. En dan kom je van bovenaf kom je naar binnen toe. Zo zit je dus in die capsule te wachten, urenlang. Want je kan niet zomaar lanceren. Alles moet klaar zijn, je moet in de baan lanceren. En dan, omdat er niks te doen is eigenlijk... je kan een beetje slapen, maar je luistert ook naar muziek. Dus je mag muziek uitzoeken. Ja. En dat spelen ze dan voor je. Ja. En dus had ik bijvoorbeeld pastorale. Van Lisbeth Wisse en Ramse Shaffi. Mijn hemel blauw met gouden hallen, mijn wolken torens, ijskristallen, kometen, manen en planeten. Ah, alles draait voor mij. Na de 18e eeuw is het concept van de harmonie der sferen een beetje op de achtergrond geraakt. Want het bleek eigenlijk niet te kloppen met de wetenschap. Het is niet helemaal zo dat we niet meer luisteren naar het heelal. Want juist in deze tijden zijn we weer terug bij het luisteren naar wat het heelal ons te bieden heeft qua klank. We gebruiken radiotelescopen om geluidsgolven op te vangen van ik weet niet hoeveel lichtjaren ver weg om te ontdekken hoe dat heelal nou in elkaar steekt. Dat is natuurlijk prachtig dat de cirkel daarmee eigenlijk rond is. Dat we weer met onze oren geopend naar het heelal luisteren en de kosmische harmonie toch weer tot ons laten komen. Hij klinkt dan wel niet als een C-groot akkoord, maar het bergt ontzettend veel schoonheid in zich.